We beginnen ons nu pas weer intensiever met de habitatbodem bezig te houden, wat lange tijd niet het geval was. De onderlinge verbanden in de bodem zijn zeer complex, veel complexer dan wij ons kunnen voorstellen. De bodem is de meest biodiverse habitat op onze planeet. Deze onzichtbare wereld onder onze voeten speelt een cruciale rol in zowel ons milieu als het evenwicht tussen ecosystemen. Dit is het microbioom van de bodem. Deze gemeenschap van micro-organismen vervult tal van belangrijke taken, zoals het oplossen van minerale elementen, het produceren van fytohormonen en het stabiliseren van de bodemstructuur. In de toekomst moeten we meer aandacht besteden aan het bodemmicrobioom. Doen we dat niet, dan zullen landbouwsystemen verstoken blijven van belangrijke en onmisbare biologische functies voor een duurzame productie. Het natuurlijke evenwicht is vernietigd. Wij willen dat veranderen. En dat kunnen we met het bodemadditief Trillus. Voor het verzamelen en identificeren van de in de bodem aanwezige microbiële gemeenschappen werden ingewikkelde procedures gevolgd. Daaruit werden dan micro-organismen met nuttige agronomische functies geselecteerd en geëxtraheerd. Deze worden onder optimale fysiologische omstandigheden verveelvoudigd en geproduceerd, zodat we ze met succes aan de bodem kunnen toevoegen. Trillus blaast de bodem weer leven in. Het ondersteunt de kolonisatie van de bodem met natuurlijk voorkomende nuttige micro-organismen. Planten krijgen sterkere wortels en groeien beter. Dit is een oplossing voor de landbouw van morgen, die goed is voor de bodem, het milieu en ons mensen. Trillus.